Tijd voor een Trump-update. Dit keer wil ik het hebben over de media. In de jaren dat ik verslag doe van de Verenigde Staten en het nieuws hier heb ik de Amerikanen leren kennen als een onafhankelijk, kritisch volk. Of het nu gaat om de overheid, om politieke partijen of religieuze instituties, meer en meer mensen hier zeggen: hm, Ik weet zo net nog niet of ik jou vertrouw. Maar het wantrouwen in de media is het allergrootst. Dat is op zich niks nieuws. Het vertrouwen dat de Amerikanen in de media hebben kelderd al jaren, had rond de eeuwwisseling nog meer dan de helft vertrouwen in de grote nieuwsmerken. In verkiezingsjaar 2016 was dat gedaald naar krap 30%. En interessanter wordt het als je de ondervraagde opdeelt naar een politieke overtuiging, dan zie je dat rechtse kiezers veel negatiever zijn. In 2016 daalde het vertrouwen onder Republikeinen in de media zelfs naar 14%. En als je goed kijkt naar de grote nieuwsmerken, dan is dat misschien niet eens zo gek. Die zitten namelijk vaak in de grote linkse steden. En veel grote kranten komen openlijk uit voor een liberale, linksleunende gedachtegoed. In de laatste verkiezingen steunde 57 van de 100 grootste kranten Hillary Clinton. En slechts twee waren er voor Trump. Niet vreemd dus dat de president niets moet hebben van de pers. A few days ago I called the fake news the enemy of the people. And they are. They are the enemy of the people. Trump houdt wel van de alternatieve nieuwssites oprecht, zoals Breitbart. Zijn vertrouwen in die site was zelfs zo groot... ...dat die hoofdredacteur Steve Bannon een toppositie gaf in zijn campagne... ...en later in het Witte Huis. Breitbart verkondigt een stevig rechtsgeluid, is uitgesproken pro-Trump. Maar berichten op de site bevatten ook licht racistische of vrouwenvriendelijke onzin... ...zoals deze. Vrouwen worden lelijk van de pil. Wat? Maar behalve flutpraatjes voeren dit soort media vaak ook regelrechte campagnes. En nu er elke dag primeurs zijn over het onderzoek naar banden tussen de Trump-campagne en Rusland, dat de verkiezingen beïnvloedde, wil rechts een andere verhaallijn. Nee, het waren niet de Russen. Nee, het was niet Trump. Het waren die enge Democraten zelf. Dat is het verhaal. De Clintons laten mensen vermoorden om het in de doofpot te stoppen. Ik heb het over de berichtgeving rond de moord op Seth Rich, een medewerker van de Democratische Partij. Dat verhaal werd zo groot dat Fox News het overnam. Welcome back to Hannity. So more on the story of murdered Democratic National Committee staffer Seth Rich, who was gunned down last July in Washington D.C. That Seth Rich could have been in communications with WikiLeaks. I don't know for sure. I don't know, as a matter of fact, if the emails went out to the WikiLeaks or anybody else, but it sure appears that way. Bottom line of deze rechtsvisie: Seth Rich is vermoord in opdracht van the de Democratische Partij omdat hij misstanden aan de kaak wilde stellen door te lekken aan WikiLeaks. Veel stukken van het verhaal leunden echter op aannamers en langzaam maar zeker kletterde het hele verhaal in elkaar. Maar toen was de geest al uit de fles en rechtse sites blijven het verhaal maar oprakelen. En dat is niet voor het eerst. Vince Foster hier links was een vriend en medewerker van president Clinton. Hij werd doodgevonden in een bos in 1993. Zelfmoord wezen vijf onafhankelijke onderzoeken uit... Jarenlang hebben rechtse talkshows geprobeerd de dood in de schoenen te schuiven van de Clintons. Zelfs Trump begon er nog even over in zijn campagne. Het is allemaal onzin, en zo draagt fake news dus al jaren bij aan een verhard publiek debat en een verziekte sfeer in Amerika. Het gevaar is nu dat ook linkse Amerikanen beginnen met complot sites en nepnieuws. Wat hen vooral bezighoudt, nou vooral Rusland. De invloed van Poetin in Amerika is groter dan die traditionele media ons willen laten geloven. Maar die sites schrijven ook over meer. Twee van mijn favoriete verhalen. Topadviseur en schoonzoon Jared Kushner is uit op de vernietiging van Donald Trump omdat zijn vrouw Ivanka haar vader uit het Witte Huis wil voordat hij het Trump merk vernietigt. Ander verhaal, rechtse talkshowhost Sean Hannity neemt het op voor Trump omdat hij in het geniep een spion is van Rusland. Oké, okay. net als hun rechtse tegenhangers publiceren de linkse complottypes echter vooral onbewezen troep. Het zorgwekkende is dat zij steeds serieuzer worden genomen. Louise Mensch, een voormalig Brits parlementariër en schrijfster, had eind 2016 één keer een grote scoop. Ze meldde vlak voor de verkiezingen dat de FBI van de rechtbank toestemming had gekregen om Amerikanen te bestuderen in het onderzoek naar banden tussen de Russen en Trump's campagneteam. Maar had hard bewijs, ja, dat had ze niet. So, if you're looking for proof, you won't get it until and unless. ...maar dat betekent dat het niet Haar bericht werd overgenomen door gevestigde media... ...maar Mens ging steeds verder in haar verslaggeving. En niet lang geleden beweerde ze dat Steve Bannon, Trumps toch hoge adviseur... ...het roer mocht overnemen bij Breitbart nadat Vladimir Poetin... ...de baas van die site had laten vermoorden. Er worden blijkbaar een heleboel mensen vermoord... ...om partijpolitieke redenen daar in Washington. Ze beweerden ook dat de Russen achter de rellen in Ferguson zaten. Echt? Onbewezen, ongefundeerd en tot ze met bewijzen komt dus gewoon onzin. Toch krijgt diezelfde mevrouw in de New York Times uitgebreide ruimte om het Amerikaanse Congres te adviseren over hoe ze het Rusland-onderzoek moeten voortzetten. Best veel eer voor zo iemand in Slans belangrijkste krant. En voordat de dus nou moord en brand gaan schreeuwen, iedereen mag van mij schrijven wat hij of zij wil en wat hij of zij vindt. Maar wat zorgelijk is, is niet alleen dat er steeds meer van dit soort sites komen, maar ook dat media en politici tot de president aan toe ze serieus nemen. Blijf dus kritisch bij al het nieuws dat je leest en dat je kijkt of het nou van CNN, van Breitbart of van politici of van mij komt. Blijf vragen stellen, dat doe ik ook. Tot zover deze Trump Update. Stel je kritische vragen hieronder en vergeet hem niet te delen met je vrienden. Tot de volgende!